Een van harte goedemiddag, kijkers en luisteraars. Welkom bij deze live-uitzending. Vandaag zijn we op bezoek bij de minister van Volksgezondheid, de heer Ramadan. Met hem gaan we praten over zijn beleid, want u weet, er zijn soms veel klachten, er is veel aandacht voor dit ministerie en het is een ministerie dat heel veel sectoren of eigenlijk een heel groot oppervlakte beslaat. Heel veel zaken hebben te maken met volksgezondheid. En daarom hebben we gemeend om een praatje te hebben met de minister. Om te kijken hoe het gaat met zijn beleid. Minister, goeiedag en welkom bij deze live uitzending. Dankjewel Carla. Welkom op het ministerie. Welkom op mijn kantoor. Ik denk dat het de eerste keer is voor jou hier. Ja, de eerste keer. We ontmoeten elkaar meestal op de stoep. Ja, klopt. Nee, welkom. Ook een goedemiddag aan alle kijkers, volgers van Lim FM. En zoals u weet, u hebt me iets verzocht en ik ben direct bereid om altijd informatie te geven, vragen in te gaan van iedereen. En thematisch ook zaken te benaderen. Dus, maar goed, welkom. Dank u wel. Minister, net wat ik eerder zei, volksgezondheid beslaat echt een heel groot oppervlak. Hè? Veel zaken die hebben te maken met de volksgezondheid. Als u naar uw beleid kijkt voor de afgelopen periode, bent u tevreden met wat u tot nu toe heeft gedaan? Eerlijk gezegd, in zekere mate, voor het overgrote deel ben ik tevreden in die zin. We komen uit een COVID-pandemie. Deze regering is in een COVID-pandemie gestart, waarbij eigenlijk die druk op de volksgezondheid enorm hoog was. En het was eigenlijk aan het begin van de eerste golf, toen we overnamen. En we hebben daarna nog 5 golven gehad, dus in totaal 5 golven. En elke golf, als u die cijfers nog zich kunt herinneren van die persconferenties, elke golf werd steeds groter en groter. En de ziektelast, ook die druk op die zorg, gaf natuurlijk de nodige problemen. Rekening houden met al gebrekkige infrastructuur en de nodige financiële last, schuldenlast die er is geweest, nog steeds is. Maar we hebben het kunnen managen. We hebben het doorheen moeten beten. Met de natuurlijk vele tranen. Heel veel pijn. Heel veel stress. Voor mij slapeloze nachten. En mijn team. Maar we hebben het doorgebeten. Het is crisismanagement geweest. 2 jaren. Ik had 2 jaar ook crisismanagement gedaan. En meanwhile, dus parallel. Dan ga je natuurlijk de lopende zaken ook moeten doen. Maar je snapt dat je er heel weinig tijd hebt gehad om structuur te gaan brengen in zaken die niet goed waren georganiseerd, niet goed zijn georganiseerd. We hebben daarom ook het beroep gedaan aan de regering om vorig jaar een aparte programmadirectie goed te keuren voor het ministerie. Dat is het herstelplan zorg, onder leiding van dokter Mark Sprenger, de afgezante uit de Makandra overeenkomst met Nederland. Voormalig directeur van RIVM, voormalig directeur van het Europese CDC, voormalig directeur bij de WHO. Dus je snapt een batterij aan ervaring, een grootheid in de public health in de wereld, zeker in Europa. En hij is hier dus als niet-kenner van het Surinaam systeem geland. En hij heeft dus een team gebouwd met Surinamers om zich heen, let wel. Het zijn 8 programma's die lopen via het herstelplan. De website is bekend, hpz.sr. U kunt daar alle updates, we hebben nieuwsbrieven elke maand. Wat er allemaal gebeurt. Ik kom net vanmorgen om 9 uur hadden we een meeting met de ziekenhuisraad en herstelplan. Alle directeuren van ziekenhuizen update gegeven over de stand van zaken, waar we naar op toe moeten. En feit is, we komen allemaal tot 1 conclusie. Los van dat er geen geld is, er zijn geldstromingen binnen de zorg. Hoe werkt het? Dat moeten de mensen ook begrijpen. Voordat we dingen zeggen, moeten we het zaken eerst goed begrijpen. Ziekenhuizen hebben hun eigen verdiencapaciteit. Hun eigen inkomstenmodellen. Dat zijn de lichtdagtarieven. Ze hebben hun eigen bedrijfsvoering. Dat zijn mensen die ze in dienst hebben. Dat zijn zaken die aangeschaft moeten worden. Dat zijn diensten die verleend moeten worden. Die zijn de kosten. Vaste kosten, variabele kosten. Afhankelijk natuurlijk van hoeveel mensen in een maand opgenomen zijn, et cetera, wordt er ook gedeclareerd bij de verzekeraar. Niet bij het ministerie van Volksgezondheid. Volksgezondheid, een ministerie, hebben een taak om ervoor te zorgen
dat beleid gemaakt wordt op het gebied van de volksgezondheid, zowel in de openbare sfeer, dus dat wil zeggen openbare gezondheid, dat zijn de vaccinatieprogramma's, chronische ziekten, mental health, vermijden van schadelijke stoffen, malaria, tuberculose, HIV, kankerzorg, dat zijn allemaal vanuit het beleid. En die, je hebt een uitvoerende deel binnen de zorg, dat zijn de ziekenhuizen, de huisartsen, het BOG, psychiatrisch centrum Suriname, dat zijn allemaal werkarmen van het ministerie. Maar niet die minister zit elke dag in een ziekenhuis te zeggen aan de directies wat ze moeten doen. Daarvoor hebben ze een directie, ze hebben een raad van bestuur, ofwel een RVC, een stichtingsbestuur, of het zojuist net voor u komt, de installatie gaat van het nieuwe toezichthoudend orgaan van PCS. Dat is een raad van commissaris bij de PCS. Bij PCS. Die was verstreken. We hebben ook overleden gehad van de directeur, Dr. Dwarka Singh. Dus wat was tijd. Mevrouw Minush Bromet, toen de directeur van BOG. Zij is de voorzitter van het toezichthoudend orgaan. Was eerder ook al ondervoorzitter tweemaal. Dus genoeg ervaring. Dr. Baptista, neuroloog. Hij is ook in het bestuur. Zo zijn er meerdere personen. Maar wat ik hiermee wil zeggen is directies, ziekenhuizen hebben directies, ziekenhuizen hebben een bestuur. Ze weten wat de taken zijn, ze weten hoe ze dat moeten doen. En natuurlijk gaan ze altijd geld zoeken als het niet voldoende is. Dus dat is die relatie die ze hebben met de verzekeraar. En natuurlijk vragen ze van het ministerie, hoeveel kan jij inkomen? Want unabamonija voor doe DC of voor bij DC. Dus daar heeft het ministerie verantwoordelijkheid. Daarvoor hebben we ook beleidsmaatregelen, beleidsblokken eigenlijk om te zeggen een begroting van waarmee uit je werkt. We hebben begrotingen die goedgekeurd zijn door het parlement, die te maken hebben met die programma's die ik net noemde. We hebben ook een begrotingscode bijvoorbeeld 0263 is institutionele versterking ziekenhuizen, waarbij wij uit die pot de noden van ziekenhuizen kunnen verlichten. Maar niet altijd kan dat, want die pot is ook niet voor alles toerekend. Het moet ook goed omschreven zijn. Het moet ook vallen binnen en passen binnen datgene dat noodzakelijk is. Dus wanneer een ziekenhuis me zegt bijvoorbeeld, er is hier nodig, een bepaald medicijn, is er niet. Ja, dan heb je één. Ook heeft het ziekenhuis een relatie met BGVS. BGVS is, zoals u weet, ook een werkarm van het ministerie. Dus u hebt het goed gezegd, we hebben heel veel, een groot oppervlak en een groot veel thema's. U moet het ministerie zien als een beetje die moeder en heeft veel kinderen. En al die kinderen moeten voorzien worden van voeding, kleding, de noodzakelijke dingen. Je moet ook een keer kunnen uitgaan zonder dat die andere in problemen komt. Maar onderling hebben ze ook wel, die kinderen hebben onderling ook een relatie met elkaar. Maar dat betekent niet dat die ene steeds van die andere kan nemen dat trauma en pina. Precies zo moet u het zien. Een ziekenhuis neemt medicijnen af bij BGVS. BGVS moet ervoor zorgen vanuit de begroting en vanuit andere relaties die ze hebben, want ze leveren ook voor particuliere apotheken, ook voor andere instellingen. Daarvoor wordt het betaald. Dus als BGVS sinds 1981 bij decreet opgericht als werkarm van het ministerie, de verantwoordelijke instantie is de hofleverancier van medicijnen in het land. Je hebt natuurlijk particuliere importeurs, dat zijn andere dingen. Maar zij zorgen voor pakweg 60-70% van alle medicijnen in het land. Komt van BGVS. Maar BGVS moet genoeg geld hebben, want ze moeten bestellen. Niet bij een Surinaams bedrijf, bij een buitenlands bedrijf. En u weet, wij hebben 600.000 mensen. Ik heb het gisteren in het interview gezegd. We nou een cheese-speler. We nou een cheese-speler op de markt. Denkt u dat een fabrikant als Pfizer of een grote fabrikant als Roche of een andere medicamentenleverancier of fabrikant staat te wachten op Suriname om medicijnen te produceren? Er zijn. Even hoor, want u zegt die grote spelers zitten niet te wachten op Suriname. Maar al die jaren daarvoor, u zegt sinds 1981, was er wel voldoende medicamenten, alle spullen waren er, maar nu is er bijna constant een gebrek aan. Nee, ik wil zeggen, kijk, misschien is het goed, ik werd door een apotheker toen nog een bericht gestuurd, 2018. Ik heb die foto nog gezien op Star News. Was er hier een meeting, spoedmeeting, vanwege het acuut tekort aan medicamenten, 2018. Dus die stelling gaat niet altijd helemaal op, want ik ga u straks uitleggen wat het probleem is. Wat ik bedoel te zeggen, die mensen zitten niet te wachten. Wij kunnen geen medicamenten
rechtstreeks bij een fabrikant kopen. Omdat we zijn een te kleine speler. Wanneer Nederland daar staat voor die deur met 16 miljoen mensen, wanneer Amerika staat, wanneer, noem het maar op, zelfs kleine Latijns-Amerikaanse landen hebben al 20, 30 miljoen mensen. En wanneer Suriname met een 600.000 komt en de motak luisteren, dan ga je naar die distributeur van ons daar in Latijns-Amerika, want we hebben geen, we kunnen je niet die prijs bieden die we voor zoveel die je nodig hebt geven. Dus je gaat toch verliezen, ga bij die retailer. Dus we moeten spullen inkopen als land tegen soms wel de retailprijs. We hebben zelfs tijdens COVID-19, mevrouw Kalle, ga ik vandaag zeggen, bij apotheken in Nederland medicijnen moeten kopen. En voordat een medicament bij een apotheek belandt, heeft hij al 6-7 schakels gepasseerd. En betaal je veel meer, want je komt daar niet. U weet wat er is gaan gebeuren. Door COVID is de na COVID dat vele landen terug zijn gegaan met reguliere zorg. Wat is gaan gebeuren? De vraag naar medicamenten is gaan groeien. En er werden schaarstes van ginder tot hier tot ginder waren er. Dat landen zelfs, Nederland zelfs kunt u kijken, NOS en dingen. Nederland zelfs met grote tekorten zit aan medicamenten vanwege die grote vraag naar bepaalde medicamenten. Niet voor alles. We moeten geen smoesjes zoeken voor alles. Als er zaken zijn, er is een internationaal probleem. Met insuline was er een probleem tijdens de COVID-periode. Grondstoffen die waren niet beschikbaar. Insuline kon, de grootste insulinefabrikant in de wereld kon geen insuline leveren. Dan heb je een probleem. Dan moet je creatief zijn en je zorgbeleid anders gaan inrichten. Dan moet er met tabletten of met leefstijl. Maar mensen hebben insuline nodig. U weet, insulineafhankelijke suikerziekte die behandeld moet worden. Zo ook met bepaalde chemotherapie en bepaalde middelen, immunoglobulinen. Soms heb je plotseling een melding, een tekort. Dus dan moet je gaan inspelen, lenen van elkaar. Zo hebben we ook van andere landen vaak geleend. Zelfs andere landen hebben van ons geleend. Toch? We moeten ook die dingen zeggen. Guyana bijvoorbeeld hebben we regelmatig tuberculose HIV-medicatie moeten lenen. Daarom toen ik laatst het beroep heb gedaan op mijn collega van Guyana voor anesthesiemiddelen, is bij de eerste vlucht naar Suriname een partij medicamenten. Omdat we hebben een daarvoor is er geleend. Geleend. We hebben nog gisteren gesproken hoe we dat gaan organiseren. Hij zegt, oké, we gaan daarover praten. Maar we hebben een beleid. We hebben ook Jamaica 60.000 doses Pfizer gegeven. Daarom toen ik mijn collega laatst belde, minister Chris Tufton, van, hey collega, ik heb iets nodig. Hij zegt, luister, dan maak je geen zorgen. We gaan het sturen voor je. Wat wij hebben. Dus zo praat ik over dingen. Maar wanneer je dat soort dingen doet, dan hoor je mensen zeggen, aan minister, ik go biggie. Ja, mijn biggie, mijn aprafasie. Want ik vind hem vinden direct, want precies. En als die iemand traatus, iemand trakondre. En de man die bereid voor giju. Want dat die op je voorraad, die kan zijn en gieten bakken, of we paaien. Dan moeten we dat doen, toch? Dat zijn creatieve oplossingen die je soms. Ik heb 2 jaar crisismanagement gedaan, mevrouw Carla. Ik heb heel veel netwerken moeten aanboren om zaken gedaan te krijgen. Want in een crisis kennen je vrienden, kennen de structuur elkaar niet meer. Je gaat moeten uitgaan van een samenwerking. En die samenwerking moet duurzaam zijn, goed zijn en het moet long-lasting zijn. Dus je moet een lange vriendschap, duurzame vriendschap kunnen opbouwen en met wederzijds respect en vertrouwen. Maar als ik zo naar u luister, dan lijkt het allemaal net als dat spel, toch? Pio, pio. Je tapinja, eiboroja. Alsof er niet echt een structureel beleid is van. Wat is dan dat structureel beleid? Nu heeft u geleend, u moet misschien teruggeven of u wordt een andere keer geholpen. Maar de ziekenhuizen die bleven aan de bel trekken. En de anesthesie, zoals u zei, die hadden ook de noodklok geluid. Maar nu hoor ik, er is ook bijvoorbeeld een tekort aan personeel. Er is nog steeds een tekort aan middelen. Wat is het structureel beleid dat u daarop gaat loslaten? Het structureel beleid, de structurele oplossing is meer geld. En dat is ook iets waarvan er steeds gezegd wordt, anode. Meer geld hebben we niet direct voorhanden. Meer geld kunnen we wel creëren. Hoe moet je dat gaan creëren? En dat is ook vanmorgen uit die meeting met de ziekenhuizen naar voren gekomen. Er zijn 2 dingen. Je kan, wanneer je geld zoekt voor de zorg, dan kan je een beroep doen op de overheid, centraal, van commitment, meer geld. Maar als je beperkt budget hebt, dat betekent dat die regering dan ook moet gaan besluiten dat als we de zorg meer geld geven, dat bijvoorbeeld er minder geïnvesteerd wordt bij Juspol,
of minder bij onderwijs, minder met of zaken moeten uitgesteld worden. We moeten minder beleid maken over sociale zaken. Sociaal beleid moet anders zijn, want we moeten meer gaan. En volksgezondheid heeft niet weinig geld nodig. Ja, volksgezondheid moet toch top priority zijn? Moet gezonde mensen hebben. Onderwijs ook. Als je geen gezonde mensen hebt, kunnen ze niet eens onderwijs volgen. Dat is die discussie in een lichaam, op de medische faculteit. Je weet, als dokter, dan krijg je, welk orgaan is het belangrijkste orgaan? Welk specialisme is het? Ja. Maar mevrouw Carla, als je hersenen functioneert, dan ben je ook verlamd. Dan mag je hart... Maar als je hersenstam stopt je ademhaling ook. Dus als men zegt, de blinde darm is een rudimentair orgaan. De blinde darm is niet nodig. Mm-hmm. Maar als ontstoken is, ga je dood. Dus alles wat ik wil zeggen, mm-hmm. elke sector in het land is mm-hmm. even belangrijk. Yeah. Dus we kunnen niet zeggen, we gaan hier, we gaan volksgezondheid meer geven. En dan zorgen we voor dat milieu... minder wordt gegeven. Mm-hmm. Maar wat doen we dan met die kwikcontaminatie? Dat effect weer heeft op die volksgezondheid. Wat doen we dan met die vervuiling van lucht? Wat doen we met die vervuiling van water? Mm-hmm. Wat weer gezondheidsrisico's met zich kan meebrengen? Dus de vraag is natuurlijk, als je niet meer geld hebt, yeah. wat moet je doen? Die efficiënties gaan verbeteren. Mm. De inefficiënties, die lek van geld... de lek van geld eigenlijk naar allerlei kanalen dichten, zodat je meer geld bespaart om meer te doen met het beschikbare. Dat is de focus die we vanmorgen ook bij de ziekenhuisraad hebben besproken van. Ziekenhuizen weten precies waar die inefficiënties zijn. En een voorbeeld geef ik u. Mm-hmm. En daar hebben we vanmorgen gesproken met de directeur van RKZ, meneer Van Gendt, die een presentatie gegeven over een centrale investeringscommissie. Yeah. En iedereen kijkt vreemd. Maar ik geef je een voorbeeld. Wanneer je aankoopt als ziekenhuis, je moet spuiten kopen. Even een simpel voorbeeld. Alles kost geld, hè? Dat zijn handschoenen. Ik praat over algemeen. Je kunt aankopen van ziekenhuizen categoriseren in algemene artikelen en specifieke artikelen. Bijvoorbeeld het AZP is het enige tertiaire topcomplexe zorg die levert. Die levert hartchirurgie. Alleen AZ koopt hartchirurgische middelen toch? Slans Hospitaal, RKZ, Diakonissen koopt dat niet, want ze doen geen hartoperaties toch? Ja. Oké, okay. Maar elk ziekenhuis heeft toch wel handschoenen nodig? Ja. Spuiten, naalden, verdovingen, al dat soort zaken nodig op basis. Oké. Okay. Als ik als ziekenhuis nu 50 bedden heb en ik moet voor die 50 bedden zoveel spullen kopen en ik ga bij de persoon, bij mijn bedrijf. En ik koop voor die 50. Mm-hmm. En ander ziekenhuis die 40 bedden gaat ook daar apart kopen. De ene gaat daar met 100 bedden koop daar ook. Wat als we niet bundelen? We zeggen al die ziekenhuizen bij elkaar. Voor algemene zaken gaan we een centrale inkoop doen. Want je kan veel betere prijzen krijgen als je al die ziekenhuizen met die 800 bedden totaal bij elkaar brengt. Mm-hmm. En je laat centraal via de overheid of via een bureau, bijvoorbeeld BGVS of een andere instelling, ook centraal verbruiksartikelen kopen. Het voordeel is, met het beschikbare geld welke ziekenhuizen spullen kopen, is veel meer en je kan tegen veel betere prijzen je spullen kopen. Mm-hmm. Wanneer we praten over specifieke artikelen, mm-hmm. dan moet je gaan kijken naar hoeveel mensen maken daarvan gebruik, hoeveel hebben we nodig en welk ziekenhuis moet wat kopen. We hebben ook gezegd, welk ziekenhuis moet welke zorg bieden. Mm-hmm. Want is het handig, is het rationeel of is het goed dat elk ziekenhuis alle zorg biedt? Ja, maar het academisch ziekenhuis staat toch aan top, want zij zeggen, zij zijn het academisch ziekenhuis. Maar even, laat me even iets, want ik zie dat iemand hier schrijft, ik kom net van een bekende apotheek met een recept voor paracetamol en neusdruppel en ik moet SRD 100 zoveel betalen. En die persoon is SZF'er. Het hangt ervan af hoeveel is voorgeschreven door de arts. Er zijn afspraken. Dan moet je bij je betalen. Nee, er is een regel. Ik heb een ding uitgelegd bij de DNA. En die moet die mevrouw even kijken om welke apotheek het gaat. Ze kan contact maken met SZF. Okay. Waarom? Het heet SOA, een standaard overeenkomst apotheken. Okay. Dat is een overeenkomst die gesloten is tussen SZF en de apothekersvereniging. Wat is opgenomen in die overeenkomst?
vanwege die uitdaging, en ik heb wat die tijd gehad, vanwege de uitdaging dat er heel veel schaarste medicamenten waren bij BGVS, hebben apotheken toen gezegd van luister, we willen helpen, doordat wij ook zelf kunnen importeren. Maar we importeren vaak tegen hogere prijzen. Er zijn twee mogelijkheden. Eén, toen heeft SZF gezegd, luister, jij kan een ontheffing krijgen voor die prijs waarvoor je importeert, waardoor mijn verzekerde niet extra hoeft te betalen. Wat je wel moet doen, voordat je importeert, moet je me je quota geven, je moet me je prijs geven, zodat ik daarvoor ontheffing kan geven vanuit mijn medische dienst. Wat er gebeurt, en daarom zeg ik die mevrouw, die informatie is belangrijk, want het is ook tijdens DNA gevraagd. Ik ga niemand beschermen. Want wanneer we zeggen dat er een overeenkomst is en die regeling is in die overeenkomst, dat de apotheker, de apotheek mag importeren tegen een hogere prijs dan vastgesteld. Als BGVS het niet kan leveren, mag je het importeren. Niet als BGVS het op voorraad heeft, want de verzekeraar gaat altijd kijken naar het geld en die gaat zeggen we betalen de goedkoopste prijs. Maar als een apotheek zegt van luister, BGVS heeft middel X niet, ik kan het importeren, maar dit is mijn prijs. Het is misschien 10 SRD per bulk meer. Dan moet je het wel indienen bij SZF, dan kan SZF je ontheffing geven. Wat doen de apotheken, vele apotheken, en daarom moet die mevrouw misschien contact maken met SZF, laat ze contact maken met de medische dienst. Ze importeren die dingen, want ze vinden het een administratieve procedure om die ontheffing aan te vragen. Wat doen ze dan? Ze accepteren je SZF-recept, ze laten jou die prijs bijbetalen en jij moet gaan rennen bij SZF voor je declaratie. Ja. En helaas is dat niet in die overeenkomst, die werkwijze. Die werkwijze is, de patiënt moet zo min mogelijk problemen krijgen. De verantwoordelijkheid is back office, moet de apotheek vooraf. Dat is niet veel gevraagd. En dan hebben we binnen een dag afgehandeld. Ik hoor dat voor bijna 80 middelen al ontheffing is verleend. Maar dus, vaker krijgt men te horen, het komt niet voor in de klapper. Dat is wat toch wat men te horen. Die klapper is ook openbaar. Je kunt die klapper ook downloaden via de SZF-page. De geneesmiddelen klapper is transparant. Iedereen kan zien, het komt erop voor. Wat wel zo is, is dat huisartsen soms meer voorschrijven dan wordt vergoed. Dat is ook een issue. Want je kan niet 100 paracetamol tabletten voorschrijven. Ik heb ook als arts gewerkt. Ja. Voor ik minister werd. Er waren caps. Je kan maximaal 15 Valium tabletjes krijgen op een recept. Je kan maximaal 15 paracetamol tabletjes krijgen. Waarom? We willen overconsumptie en hamsteren tegengaan. Dat is ook begrepen toen door ons. Ik kom uit het veld. Ik kon ook gezegd hebben toen dat SZF allerlei beperkingen aan ons oplegt als arts. Maar we hebben begrepen als artsen van oké, we begrijpen het. Waarom? Valium moet je niet meer dan 2 weken gebruiken, anders kan je verslaafd raken eraan. Een neusdruppel kan je niet lang gebruiken, anders raak je ook verslaafd eraan. Het heeft een bepaalde aandoening, je kan verslaafd raken. Dus middelen hebben ook een cap. Er is ook een limiet. Dus ook al schrijft die arts 100 paracetamol voor je voor, u gaat het niet krijgen. U gaat maximaal voor die 15 vergoed krijgen. En als u nog behoefte hebt aan die 85 resteren, dan gaat u ervoor betalen. Mensen moeten dat ook begrijpen. U dan kan kies maximaal, Sani. Nou, als die mensen dat niet weten, dan weten ze het niet. De arts weet ook precies, soms niet. Maar de arts weet ook van, ook al schrijf ik 50 erop, die patiënt gaat het niet krijgen. Die patiënt gaat 15 krijgen. En zo geldt het voor, kijk. De arts schrijft een bepaalde medicament voor. Dat ding is ook zo. Hè? We hebben een Surinaamse cultuur. En dat wil ik ook wel leggen. En men gaat kritiek op me leveren. Ik weet het. Maar ik kom uit het veld. Ik weet het, mevrouw. Dus ik heb gewerkt als arts. En ik heb vele mensen gehad van allerlei sociale klassen. Van de vuilnisman tot de minister toen zelf. Hè? Ik had ook een minister die mijn patiënt was toen. En ik heb zelf gezien wat het probleem is. Ik heb het ook vanmorgen gezegd in die meeting. De druk vanuit de samenleving, op die arts die op die stoel zit, onderschat het niet. Wanneer iemand met in hun hoofd naar de dokter gaat, ik ben ziek en ik moet verwezen worden, want ik wil bij die neuroloog zijn. Eén, waarvoor heb je dan een arts die je moet onderzoeken? Die verwijzing moet getoetst worden op basis van een indicatie. De dokter moet je onderzoeken. En als de dokter academische opleiding heeft aan de universiteit, beëdigd is als arts, de nodige kennis en vaardigheden heeft om te kunnen zien aan u als uw klacht serieus is of minder serieus, dringend is of minder dringend,
in die eerste lijn geholpen kan worden of in die tweede lijn, dus in, bij die huisarts of bij de neuroloog, dan moet u daarvoor ook begrip en respect kunnen opbrengen. Want het probleem is, wanneer we dat in ons hoofd zetten, if dat er nog gima verwijzing, dat probleem. Maar gebeurt dat niet omdat soms misschien je een paar keer ben geweest en niet geholpen ben, dan denk je, ik moet verwezen worden. In andere gevallen, maar in principe, initieel, moet je vertrouwen hebben in je arts. Een arts-patiëntrelatie is een vertrouwelijke relatie. Wanneer de arts, wanneer de huisarts je onderzocht, als je huisarts je niet onderzocht, en je moet ook als patiënt kritisch worden. Ik zeg altijd, we moeten niet alleen kritisch kijken naar de beleidsmakers en de regering. Omdat je als arts heb je ook een verantwoordelijkheid. Je moet kritisch zijn. Je mag vragen stellen. U bent in Nederland en in andere landen. Komen die artsen niet makkelijk van eruit. Tegenwoordig ook in Suriname merk je die trend. Maar één ding ga ik je wel zeggen. De ding is makkelijk om op Google even een symptoom te zoeken. En dan, wat krijg je? Vaak krijg je de meest erge dingen. Dus wanneer je, hoort, wanneer je ziet hoofdpijn. Dan je leest, het kan een hersenbloeding zijn. Mami gado. Die hersenbloeding, daarvoor hebben we skills aangeleerd. Die dokter weet hoe hij moet weten als het een hersenbloeding of niet. Yeah. En als je natuurlijk twijfelt of draalt of je merkt, je hebt geen vertrouwen. Je kan altijd een andere arts kiezen om te zeggen van, hey, ik wil een second opinion doen. Yeah. Maar we moeten niet die instelling hebben, anders zijn huisartsen verwijsloketten. Dan kunt u ook als journalist, ervaren journalist, en natuurlijk met alle respect, kunt u ook gaan zitten op die stoel van die dokter. En u hoort... Kind heeft koorts, oh, kinderarts. Hier, gaat u gelijk naar de kinderarts. Ja. We moeten kritisch zijn, maar de arts moet ook niet in een positie geplaatst worden waar je onder druk moet gaan handelen om verwezen te worden. Ja. Zo ook met medicijnen. Als u bij me komt en u gaat me zeggen, maar ik heb ook gewerkt als arts, mevrouw Karel, dus ik weet het. In Nieuw-Amsterdam heb ik gewerkt een keer op RGD. En het scheen dat daar een soort valiumbeleid was, dat iedereen valium kon krijgen. Ik ging daar even invallen een dag. En ik kreeg daar, die man zegt me, ik moet 60 valiumtabletten krijgen van u. En ik eis het nu op. En ik zeg hem, meneer, mijn boeken hebben me dat niet geleerd. U kunt verslaafd raken daaraan. Ik ga u 15 geven. Oh, wie bent u? Ik wil zien hoe u me die 60 niet geeft. Er zijn allerlei bedreigingen die geuit worden. En doktoren, met alle respect, soms zijn ze bang. En dan gaan ze handelen en dan doen ze die dingen. Maar dan gaat die 45 worden niet vergoed door de verzekeraar. Want hoe zat dat na 15 of niet? De kijkers hier die live zeggen, zijn het niet mee eens. Ze zeggen, nooit schrijft iemand zoveel tabletten voor. Maar een andere vraag is, wanneer is de regering van plan om te werken aan die brain drain? Want ik heb ook een geval meegemaakt, dicht bij mij, zegt iemand, een familielid moest bestraald worden. En er was een datum afgesproken en op die dag gaat de persoon daar en die krijgt te horen, nee, het kan niet, want er is een tekort aan personeel. Dus dat probleem is nog steeds niet opgelost? Het hangt er vanaf over welk personeel we praten. Je praat hier over... Over radiologie, de persoon moest bestraald worden. Radiotherapie. Radiotherapie, want je hebt twee dingen, je hebt radiologie en je hebt radiotherapie. Dus kijk, de radiologie is voor onderzoek. Radiologie is, zijn alle onderzoekingen, echo, röntgen, foto's, etc. MRI scan, CT scan. Bestraling heet radiotherapie. Dat middel stralen, röntgenstralen, kankercellen, kanker wordt bestreden. En daarvoor moest die persoon dan 2 weken wachten, want er was een tekort aan personeel. Dat is inderdaad het geval. Niet alleen bij de radiotherapie, mevrouw Carla. We moeten eerlijk zijn, toch? We moeten ook dus eerlijk. Ja. Kijk, personeelsverloop is een internationaal probleem. Regionaal en internationaal. Er zijn daarvoor diverse rapporten. Brain drain speelt niet vanaf nu. En ik zeg het niet om mezelf te dingen, want ik ben niet de oorzaak ervan. Ja, men geeft u wel de schuld, want men zegt, u heeft die Cubaanse artsen eerst weggestuurd en ze daarna weer binnengehaald. Deze leugens moeten we niet meer gaan geloven. Anders denkt u dat Cuba me zou ontvangen in oktober in hun land, als ik mensen had weggestuurd? We moeten zaken... Maar wat speelde dan daar? Hun contract was afgelopen, wat was het dan? Kijk, Cuba is een apart hoofdstuk. We hebben overeenkomst met Cuba, een mantelovereenkomst. In die overeenkomst is alles opgenomen. Denkt u dat de minister gaat komen en zomaar buiten die overeenkomst zaken gaat doen? Dan speel ik toch met mijn eigen brood. Dus, weet je, dit soort dingen maken me boos. Waarom ik zo reageer? Sorry als ik zo reageer. Maar het zijn vaak komen van bepaalde hoeken, en zeker vanuit de politieke invalshoeken, worden we beschuldigd ervan dat we bepaalde dingen besluit hebben genomen.
Maar diezelfde mensen vertellen niet dat ze bijna 2 miljoen euro hebben geïnvesteerd in, of zouden willen investeren in 15 studenten die ze hebben gestuurd in Cuba voor een avontuur. 2 miljoen euro voor geneeskunde. Dat is wel een avontuur. Kijk u, wanneer er een beurs komt, of wanneer je een mogelijkheid voor een opleiding hebt, en je wilt Surinaamse studenten dokter laten worden, dan heb je een eigen universiteit. Hoeveel inspanningen heeft die regering gepleegd voordat ze besloten hebben om studenten weg te sturen naar het buitenland? Tegen, wat ik net heb gezegd, voor die 15 studenten, ben je kans 2 miljoen euro voor die hele studieduur. Ja. Dus je trekt 2 miljoen euro uit, of je plant 2 miljoen euro uit te trekken, want dat geld is nooit gekomen. Je stuurt de mensen weg zonder geld, maar je hebt geen inspanningen gepleegd om je eigen universiteit te vragen, wat is de mogelijkheid als we willen upgraden? Ik wil een 15 studenten extra accommoderen dit jaar. Hoeveel hebben we nodig? Ik heb de toenmalige universiteitsbestuurvoorzitter hier ontvangen, toen na mijn aantreden geleek. En weet u wat? Hij hield zijn hoofd precies zo. En hij zei, maar minister, na 2 miljoen euro. Minister, nou, ja, een project die ik al sinds 2016 heb ingediend bij de regering. 300.000 euro voor 2 collegezalen. Als er twee collegezalen waren gebouwd, hadden we 30 studenten extra kunnen accommoderen. Maar wat heeft dit te maken met het wegsturen van die Cubaanse artsen? Is er een link? Nee. Waarom ik dat wil zeggen? Ik kom zo erop. Want we praten over een tekort, toch? Ja. Dus je wilt tekorten opvangen. Yes. Er is een overeenkomst. Cuba heeft een overeenkomst met Suriname. Suriname geeft aan wat u nodig zijn. Ze kijken, het is een hele agentschap daar. Er worden de artsen gestuurd. Over kwaliteit van artsen, ik ga daarover niet praten. Ik heb respect voor iedereen, voor elke persoon, elke deskundige. Wat wel een probleem is, is een taalbarrière. En dat hebben we niet van nu. Ik heb zelfs een document van een van de instellingen die artsen heeft geaccommodeerd ontvangen. Die toen een evaluatie heeft gehouden van een groep artsen. En het is de medische zending, ik ga het gewoon zeggen. De medische zending, ik heb dat evaluatierapport hier ergens. En op basis daarvan, wanneer ik van een instelling kreeg, er is een evaluatie gehouden van een groep misschien van 10 artsen. En ik kreeg het advies van deze moeten we behouden. Deze wil zelf weg. Ziet dat niet meer zitten hier. Deze is niet geschikt. Deze heeft de taal niet geleerd. De mensen zijn niet tevreden. Deze zijn wel super tevreden. Okay. En wanneer de minister dat ziet, we bespreken het binnen de directie. En we zeggen van luister. De instelling zegt die inzet van die persoon heeft geen meerwaarde voor die zorg. Dus gaan we dan extra betalen of gaan we wegsturen? Aan de andere kant hadden we een groep van wie zijn overeenkomst was vervallen en de andere zijde niet bereid was, want ze hadden ook COVID en ze hadden ook mensen nodig, niet bereid was om die te verlengen. Dus die groep moest weg. Dus wanneer we dingen zeggen, moeten we het goed zeggen. Wilt u me zeggen dat er eerder, want sinds 2001 komen er Cubaanse artsen in Suriname. Wilt u me zeggen dat er eerder geen artsen zijn weggestuurd? Werken die artsen van 2001 nog steeds in Suriname? Een paar misschien, 1, 2. Maar de meeste van ze zijn weg. We werken met missies. De mensen moeten ook begrijpen, wat zijn missies? Missies is aan tijd gebonden met een bepaalde doel. Je stuurt een missie, je klaar ook een game. Na zoveel jaar bij terug. En dan gaan we weer andere mensen zoeken. De regering van Suriname geeft aan wat zijn de noden. Ik heb weer noden voorgelegd. We zijn weer bezig, maar meer in die verpleegkundige sfeer. Dus niemand heeft niemand weggestuurd. Zaken zijn gewoon volgens de reguliere procedures gegaan. Die dingen zijn ook besproken. We hebben ook gezegd, er moet een revisie komen van die mantelovereenkomst. Want zaken die toen in 2000 zoveel zijn goedgekeurd, 12. Na 10 jaar moet je natuurlijk weer evalueren. Kijken wat is nog valide, wat niet. Ik moet wel zeggen dat het een dure operatie is. En dat is natuurlijk niet wenselijk is in een periode dat je weinig geld hebt. Maar wat we wel hebben gedaan, en dat vertellen diezelfde mensen niet, we hebben wel een maatregel genomen vorig jaar. En het heeft vruchten afgeworpen. We hebben die artsen die afstuderen, verplicht om 6 maanden in het binnenland te werken. Om bij de medische zending te werken. 6 maanden SIH, 6 maanden medische zending. En we hebben een aantal artsen, het hangt eraf vanaf natuurlijk hoeveel artsen afstuderen, maar op jaarbasis er 10. Met 10 artsen permanent aanwezig zijn in het binnenland. U kunt dat checken met meneer Jinti of mevrouw Maureen van Dijk. Er is een goede flow. En ik heb zelf laatst nog van meneer, een van de DNA-leden gehoord, die vaak vragen stelt hier over het parlement.
van een minister, hoe ziet dat bepaalde postjes dat er. Dus waarom nog steeds geklaagd, want men geeft aan van dat de Cubaanse artsen naar het binnenland werden gestuurd. We hebben ook Cubaanse artsen nog steeds werkers, een grote groep ook nog steeds werkzaam in Suriname, ik ken de exacte cijfers niet. Maar weet je, dat geklaagd is vaak algemeen. Ik ben een man van cijfers, data en cijfers, we werken met data en cijfers en we zijn in contact met die instellingen. Wanneer instellingen behoefte hebben, dan melden ze ons. Wat we ook niet moeten gaan hebben, en dat moeten mensen ook begrijpen. Medische zending werkt volgens het IPHC model. Het IPHC is Integrated Primary Healthcare. We mogen trots zijn dat ons systeem internationaal geprezen wordt. En een award daarvoor hebben gehad. Ik weet niet welk jaar het was. Maar het zijn de gezondheidsassistenten. Lokale mensen die opgeleid worden hier een 4-jarige opleiding bij de medische zending, geaccrediteerd door het ministerie van Volksgezondheid. Die meer bevoegdheden hebben zelf dan artsen. Gezondheidsassistenten mogen bevallingen doen. Ze mogen tanden van je weghalen. Er zijn zelfs een paar die echo's kunnen doen, mevrouw. Helemaal in het verre binnenland. Ik ben helemaal op La Douani geweest, waar die mevrouw echo's doet. Prijzenswaardig. Die mensen fungeren als oog en oor voor de doktoren. Die superviseren sommigen in de regio, maar sommigen vanuit Paramaribo via de radiokamer. Dat is een systeem die eeuwen oud is. En we moeten respect daarvoor hebben. We moeten niet verwensen en hopen, want ook in Paramaribo is dat niet zo. Ook niet in Saramaka. Als je nu maar in de corona is, er maar 1 arts. Voor 4000 mensen daar, of 3000 mensen. Maar is het wenselijk dat we op elke poli in het binnenland, of waar dat ook, een dokter hebben? Je hoort mevrouw Sadi ook elke keer vragen in het parlement. Kanawa Pibo. Ja, er is geen dokter daar. Er wonen 200 mensen daar. Het is op afstand van de poli van de Manregio. Komen er op weekbasis, gaat 1-2 keren per week de arts daar fysiek superviseren. U praat zelf over die brain drain. Wanneer we niet genoeg hebben, moet je improviseren. Je moet je mensen zo effectief mogelijk inzetten. Ja. Dus als, ik ben ook naar het binnenland geweest waar 50 mensen in het dorp wonen. Moet ik die arts daar positioneren? Of moet ik die arts plaatsen in Guyaba waar er bijna 2.500 mensen wonen? Je moet ook rekening houden met. Maar ik kan niet die investering plegen om daar permanent iemand elke dag te hebben. Er moeten daar voorzieningen getroffen worden dat wanneer er een spoed is, mensen snel onder de aandacht dus kunnen zijn van een arts. Dus we moeten met die zaken rekening houden. En natuurlijk, als arts, niemand wil, en niemand wil, ik zeg het gewoon, men wil niet zo makkelijk gaan ergens waar er minder faciliteiten zijn. Dat is gewoon de inborst van mensen. Maar we studeren, en daar hebben we die achtstejaars die afstuderen, gezegd van luister, je gaat nooit je beëdiging krijgen als je niet naar het binnenland gaat. De tijd snelt voor. We moeten. Iets waar de mensen zeer over zijn gevallen, is het feit dat de president ervoor heeft gekozen is geadviseerd om in Nederland een medische check-up te gaan doen, terwijl er hier, naar wat men zegt, capabele doktoren zijn. Waarom moest de president dan toch naar Nederland? Het ligt niet aan mij om de medische informatie van de president in een interview af te staan. Ik ben ook niet geïnformeerd. U bent vrij. Ik ben de minister van Volksgezondheid. Okay. In een land moet men precies weten wat de status is van de president. Is hij gezond? Kan hij het land leiden? U als minister van Volksgezondheid kan ons dat. Ik bij de opening van die beurs. Ik zal hem vragen als hij bereid is. Hij mag. Het is een prerogatief. Ik denk het is zijn gezondheid. De president moet zelf beslissen. En u weet het ook met privacy. Die vraag is me ook laatst gesteld. Minister, als er iets is, doet u onderzoekingen, maar we nooit horen wat de uitkomst is. Ja. Het ligt niet aan de minister om de uitkomst van een onderzoek kenbaar te maken. Mevrouw, we hebben een eed afgelegd. We zijn gebonden aan geheimhouding. En mensen moeten daarvoor ook respect hebben. Wanneer u als betrokkenen, u bent benadeeld of iets in een onderzoek en u moet een onderzoek, er zijn resultaten gekomen. Bent u vrij om het bekend te maken? Het is uw gezondheid. Maar de president, de journalisten, de media, iedereen, u mag vragen aan de president. Als het om mijn gezondheid zou zijn, zou ik u alles kunnen vertellen. Ja. Toch, als u mij vraagt over mijn gezondheid, maar ik kan niet de gezondheid. Maar, het gaat er ook in deze om van, zijn de doktoren hier niet capabel genoeg?
Ik heb het niet over dat u moet zeggen wat er met de president is. Ik heb het over de capaciteit van de Surinaamse arts. Nationalisme voor Carla. En ik ga u zeggen, ik ga me nog steeds niet op dat vlak begeven, omdat het niet aan mij is, niet mijn verantwoordelijkheid, is ook niet mee aan mij gegeven om die informatie te geven. Ik heb respect voor ieder. Ik heb respect voor de gezondheid van ieder. Ik vind het wel jammer dat men grappen en spot zit te spotten. Want we hebben ook andere situaties gekend waar deze vragen nooit gesteld zijn. Maar al die vragen werden wel gesteld. Weet je, dus ik moet het nu echt opnemen voor de journalisten. De vragen werden wel gesteld. Als er misschien geen antwoord gegeven werd, is dat een andere zaak. Dezelfde vragen die nu gesteld worden, werden ook gesteld. Als ik moest weggaan op advies van dokteren en u hebt me die vragen gesteld over mijn gezondheid, had ik u op mijn manier wel kunnen vertellen. Maar dat zeg ik u, ik verwijs u, ik geef je antwoord. Ik verwijs u naar de president. Oké, maar hoe staat het met de capaciteit van de Surinaamse doktoren? Zijn ze niet, gaat u als u ook voor medische check-up naar Nederland? Of vertrouwt u de artsen hier? Ik vertrouw iedereen, waar ik ook ben. Ik ben ook zelf uit het veld. Maar we sturen toch ook kinderen weg? We sturen toch ook mensen weg? Wanneer ze kanker hebben en dat soort ziektes. Niet alleen dat, er is een regeling, armulof, afbouwregeling, medische uitzending, lokale opbouwvoorzieningen. Dat zijn, kijk, het lichaam, we moeten geen grappen maken. De gezondheid, daarmee moet je geen grappen maken. Wanneer iemand een bepaalde aandoening heeft en hier te landen niet geholpen kan worden, dan, wat willen we dan? Willen we dat die persoon hier komt, in problemen komt? Wat willen we? We moeten zaken even gescheiden houden. Wanneer er iets is, en ik kan u tal van voorbeelden geven, deze map krijgt al die brieven van mensen, wanneer ze weg moeten, et cetera. De commissie beoordeelt, et cetera. We creëren zoveel ruimte voor mensen. Natuurlijk, de mogelijkheden hier voor Suriname zijn aanwezig. Maar we zijn maar een kleine populatie. En er zijn miljoenen ziektes die mensen kunnen hebben. En je kan hier net niet geholpen worden voor iets. Dus gaat het nou om de gezondheid van de president of van een burger? Ook al zou je me vragen waarom is kindje X weggegaan. Ik kan het niet zeggen. Ook al heb ik die informatie. Het ligt niet aan mij en ik ga die verantwoordelijkheid niet nemen. U bent vrij in uw beroep om de president. U begrijpt waarom deze vraag gesteld wordt. Toch? Want de eerste man van het land, hij is de president. We moeten weten, is onze president gezond? Maar weet u dat de premier van België een keer ook naar Frankrijk is vertrokken voor onderzoek? Of naar Amerika? En er is gezegd wat er met hem is. Maar is het systeem in België dan niet goed? Daar gaat het om toch. Is er een bepaalde aandoening? Of ga je alleen voor een medische check-up? Begrijpt u wat? Men denkt, is het? Want u zegt zelf, als ze een aandoening hebben, dan gaan ze naar het buitenland. Dat is nog steeds des president om die informatie te geven op verzoek van mensen of wie dan ook, of uit zichzelf. Ik zeg nogmaals, niet dat iemand van een bepaald land, zelfs wat ik daarmee wilde schetsen, is zelfs in goed ontwikkelde landen, is het soms niet mogelijk om bepaalde dingen te doen. En dan heb je een super gespecialiseerd centrum ergens, waar mensen daar naartoe kunnen. Maar betekent het dat het systeem daar in dat land niet goed is? Super gespecialiseerd. Ja, toch? Dat het niet mogelijk is. Ik denk niet dat de president niet inborst heeft om zijn eigen systeem te dingen. Dat ga ik wel zeggen van mijn president. Dat hij niet het inborst heeft dat hij hier zaken niet gaat vertrouwen weggaan. Dat denk ik niet. Er zal geen kwade intentie achter liggen, zeker niet. Ik ga het al opnemen voor de president daarin. Maar als u vraagt over detail, daar kan ik u geen informatie over geven. Tot slot, want deze vraag moet ik stellen. Ik heb begrepen dat er ook een tekort is aan babyvoeding. Of eigenlijk bijna geen babyvoeding. Kunt u daar kort op ingaan? Daarvoor, we hebben een coördinator, mevrouw Holband. Zuster Holband, verpleegkundige van het Slans Hospitaal. Ze zit vlakje naast, mevrouw Carla. En we zijn zo transparant in dit ding. We laten mensen registreren. We hebben een begroting. Er is een leverancier. We hebben maar één leverancier. De andere leverancier heeft geweigerd om te leveren, omdat ze niet met bestelbonnen en dat soort dingen willen doen. U weet, dit ding heeft ook een nare nasmaak, hè, uit het verleden. Babyvoeding. Vroeger werd er ook babyvoeding gesubsidieerd, maar er was geen controle. We hebben het transparant gemaakt. U mag precies weten, u kunt precies nu, ik kan mevrouw Holband voor u bellen, u kunt nu naar mevrouw Holband gaan, ze heeft een unit daar met mensen. Alles gaat geordend via de RGD, via de medische zending, via het Slans Hospitaal.
Er is een hele commissie die daar verantwoordelijk voor is. Ze kunt u de, tot gisteren de data verstrekken hoeveel mensen in aanmerking komen voor babyvoeding. En het wordt niet 100% gesubsidieerd, 50%. Okay. Er is een groep die 100% kreeg, dat zijn HIV-baby's, dat zijn meerlingen. En ik denk nog zeldzame voedingsgerelateerde ziektes. Die groep krijgt wel 100%. Maar mevrouw Halbat heeft het systeem zodanig gemaakt. Ze heeft zodanig Excel-sheet daar. U kunt direct zien hoeveel mensen krijgen. In het parlement zelfs werd er verteld, ik weet niet wie het was weer, mevrouw Vreedzaam, die daar een heel punt van maakte, dat ik friends and family alleen in aanmerking. Lukumi! Dat ik friends en family aanmerking doe komen voor, toekomen voor babyvoeding. Waar zou ze daarmee komen? Dus kijk, wanneer je wil scoren, dan ga je soms zodanig dingen. Ik heb het ooit aan meneer Sang gezegd. Je moet niet op de man spelen. Speelt u op de bal. Komt u met echte inhoudelijke argumenten, feiten. En ik heb daar genoemd hoe transparant het systeem is. Iedereen mag gaan. Parlementariërs hebben ook de plicht dat wanneer ze informatie krijgen van een bepaald persoon of van de samenleving, van een vereniging of wie dan ook, gaat u naar die mevrouw, komt u naar de minister. Minister, wat zijn de beschikbare documenten? Ik wil zien hoeveel geld hebt u betaald. Waar zijn die betaalbewijzen? Hoeveel baby's krijgen voeding? We hebben nu al meer dan, ik denk als het goed is, kijk, op jaarbasis hebben we ongeveer 8.000 tot 9.000 baby's. We hebben bijna iedereen. Gaat u die cijfers checken. In het hele systeem zitten nu al sinds de start van babyvoeding, meer dan 15.000 baby's hebben al voeding gehad. Ja, soms is er een probleem met de distributie, als de betaling nog niet op vlot. Maar we hebben altijd, de gap is niet groter. Daarom krijgen de mensen ook de instructie om op tijd te registreren. Maar de babyvoeding is tot 6 maanden. Hè? Dus die baby's tot 6 maanden krijgen babyvoeding. Omdat u weet, er is een initiatief beleid van WHO. Dat alle baby's na 6 maanden eigenlijk met de pot moeten mee eten. Ze moeten met de pot mee eten. En we moeten zoveel mogelijk borstvoeding blijven stimuleren. Dat is het beleid. We moeten niet afhankelijk worden van babyvoeding. De beste voeding is de borstvoeding. Beste melk is moedermelk. Daarin zit alles, niet alleen die vitamines, ook die beschermstoffen, die immune, die stoffen die ons beschermen tegen ziektes en afweerstofjes. Dus de beste voeding is borstmelk. Dat is, moet ook het beleid zijn van elk land. Eigenlijk landen die een babyvoedingbeleid, dus flesvoeding stimuleren, daar kijkt de WHO een beetje scheel naar. Want feitelijk moet iedereen borstvoeding stimuleren, maar we weten dat het vaak niet mogelijk is. Dus er is een transparant systeem. Ik krijg om de 3 maanden zo'n kwartaalrapportage hoe het gaat, wat de uitdagingen zijn. We zijn in direct contact met mevrouw Halban. En soms is ze gewoon hier voor mijn deur als zaken niet vlotten. En u weet, als die zuster daar boos wordt, mevrouw Halban boos wordt, dan is het trammelen. En dan beginnen we direct te bellen. En waar is het probleem? Waarom? Ik bel de leverancier, kunt u leveren? De betaling komt in orde. Financiën zorgt er ook voor betaling is. Er zijn wat achterstanden, maar niet groot. We proberen zoveel mogelijk, zo snel mogelijk in te lopen. Daarom plannen we het op die begroting. Dus als er uitdagingen zijn, problemen zijn, mensen kunnen contact maken met mevrouw Halban. Zij is de coördinator. Dus dan weet u het ook. Gaat u een dagje langs. Ze zou heel blij zijn. Want dit ding is, ze apps me ook soms haar minister. Als ik naar die dingen verhalen luister in DNA. Dat gerespecteerde DNA-leden mee ons programma zo bekritiseren. Nooit is man op bel met actie mee van Sami. Dus minister, kunt u van me opkomen. Ik ben geen minister. Ik kan daar niet vertellen. Maar dit is die informatie. Het zou heel goed zijn. Nodigt u haar een keer uit of gaat u even een dagje bij haar op kantoor. Laat u precies wezen. En ze is ook zo iemand, als die minister zijn werk niet doet, gaat ze het ook zeggen. Dus gaat u bij haar. Nou, ik moet u bedanken, minister. Als ik zo naar de comments kijk, ondanks alles wat u zegt, blijft men erop hameren dat u eigenlijk niet de waarheid vertelt. Men gelooft u niet. Weet u ook waaraan het ligt dat men denkt dat u vaak leugens vertelt en niet de waarheid? En dat u eigenlijk de president beschermt en zaken toch niet helemaal in orde heeft? Ik hoop dat mensen ook hebben gekeken naar die leugens die de vakbondsleiders hebben verteld bij het congres. Dat deze minister opmerkingen gemaakt zou hebben in Nikeri. Dat het heel zorgpersoneel met ontslag kan gaan als ze die koopkrachtversterking niet willen.
Ik hoop dat ze ook heel kritisch zijn naar die mensen die leugens verkondigen over een minister. Waar ik hier de media te woord gestaan heb. En die vakbondsleiders stonden naast me en ik zeg, kijk u meneer Edam en meneer Pools en deze twee mensen die uitspraak hebben gedaan over de minister. Maar ze kunnen de grootheid niet opbrengen om hun woorden terug te nemen. Als ik een leugen zou vertellen, zou ik wel die grootheid brengen. En ik ga zeker niet mensen zomaar beschuldigen. Ik heb slechts een beroep. We moeten bindend zijn in het land. Die minister is daar met een bepaalde taak en verantwoordelijkheid die mij in de schoenen is geschoven. Ik moet mijn werk zo veel mogelijk naar eer en geweten doen. De problemen in de zorg zijn complex. Dat ga ik niet ontkennen. De problemen in de zorg zijn complex. Vanmorgen met alle ziekenhuisdirecteuren gesproken. Samenwerking. Dat moeten we stimuleren. Rationaliseren van de zorg. Zoveel mogelijk besparingen teweeg brengen door die inefficiënties te verbeteren. Deze zaken, er zijn ziekenhuisdirecteuren die al 10, 15 jaar in de zorg lopen. Weet u wat ze me zeggen, minister, naar Nooie komen? Naar Nooie komen. Zo wordt het me gezegd. Deze problemen hebben we al. Ik heb net hier een neuroloog gehad. Dr. Baptista die me zegt van, minister, weet u hoe lang ik in deze kamer hier kom om adviezen te geven aan zoveel ministers voor u en die lijst is buiten. Maar nog steeds hebben we die problemen, minister Messari. Nassar Messari, want ik weet wat u doorstaat. Ik zoek geen medelijden. Ik wil mijn werk zoveel mogelijk eer en geweten doen. Wanneer u mij betrapt op een leugen of op iets dat niet is uitgevoerd, en ik sta nog steeds erachter, dan mag u me ook zeggen, maar losse vlodders, losse verhalen van die Amaylee. Kotaki, mijn deur staat open voor u. Komt u met die feiten, komt u met die zaken, precies zoals ik de vakbondsleiders heb gezegd, tja, raar rapportage kom, tja, was maar kom, pemita kasang. Maar wat zeggen ze nu, wanneer ik zeg, u gaat er niet ons, nee, ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gezegd. Als u vindt dat ik al u graag vertel, dan moet u zich gaan, u het gaan clearen. Kijk, op deze wijze geeft ook aan wat die inbors is. U kent mij, u mag altijd hier komen. Als u iets hebt, een feit of iets, komt u. Ja. Zegt u minister, maar ja, dit gezegd, maar kijk wat je hier schrijft, kijk wat je hier zegt. Ik sta open, ik ben ook een Surinamer. Waarom is het zo interessant? We zijn minister na 2025. De man hoe lukie morgen? Wat heb je bij de minister? Kijk, die stoel daar, deze stoel hier, die stoel wordt bekritiseerd. Ik heb ook die vorige minister bekritiseerd in mijn rol als ondervoorzitter van de VMS. Mm-hmm. Waar ik ook gevraagd heb naar zoveel dingen. Die stoel wordt bekritiseerd. Nu als ik kan nu meneer Antoine Elias bellen. We praten normaal. We zijn Surinamers. Ik heb zo goed contact met hem. Ik kan hem zo bellen. En hey, Elias, wat heb je gedaan hier? Adviseer me even. Toch, want minus heb minus mafia document. We hebben contact. We zijn Surinamers. We moeten blijven werken. Toch? Iedereen heeft mogelijkheden. Iedereen heeft inzichten. Laat de politiek en laat geen enkele andere factor ons uit elkaar halen. We moeten elkaar ondersteunen. Precies zoals ik meneer Bova vaak in het parlement vraag. Ga je hier ondersteunen? Kijk, als je iets hebt, kom bij me praten. Meneer Jones, ik heb meneer Jones gezegd. Meneer Jones, naar beleidsadviseur moet ik je terug naar MMC. Want altijd je tak over MMC. Hij zegt, ja, mijn idee. Maar ik zei, weet je wat? We hoeven dan niet extra te investeren wat je bent als beleidsadviseur op Bibus. Dus daarna overplaatsing moet doen. Toch? Maar we moeten de zaken eerlijk zeggen. We pleiten politiek toe. Maar eigenlijk is volksgezondheid politiek non-play, want mensen leven. Mijn mening is, volksgezondheid is een technocratisch ministerie. Dat ik ervoor moet zorgen dat er beleid is, dat er randvoorwaarden zijn, dat elke Surinamer, ongeacht plaats waar je woont, ongeacht ras, geloof, etniciteit, toegang heeft tot zoveel mogelijk zorg. Maar nogmaals. Nogmaals even een vraag. Waarom moet CV €200 betalen aan COVAP? Wat is CV? Ik neem aan misschien een verpleegkundige. Student verpleegkundige moet €200 betalen aan COVAP. Is dat zo? Ik weet niet waarover het gaat. Als ik wat meer informatie heb, voor wat moet het zijn? €200 voor een CV. Is het een kunstje? Nee, ik zou niet. Daar is de minister niet op de hoogte van. COVAP is een stichting die subsidie ontvangt vanuit het ministerie. Ze zijn de centrale opleiding. Laat die vraag gesteld worden aan de directeur. U moet ook, ik ga u stimuleren, mevrouw Carla. U stuurt me naar mevrouw Holman, nu ga ik naar COVAP. Ja, inderdaad, we gaan de informatie daar halen. We hebben directieleden, we hebben directies. En als ik ook een vraag, als iemand me iets vraagt,
Eerst wat ik doe, ik bel de directeur van die instelling en vraag, hey, kan je me wat wijzer maken? Want ik weet niet alles. Mm-hmm. Ik weet niet alles wat er gebeurt in bepaalde instellingen. Dat is wanneer er issues zijn, dan moeten we gaan oplossen. En dan gaan wij langzaam met die mensen in contact. En er moet ook informatie moet ook gegeven worden. Want niet altijd wordt informatie gebracht, hè, zoals het is. Wanneer we achter die feiten komen, dan zien we wat het eigenlijke verhaal is. Ja, iemand geeft aan bijvoorbeeld, Cheryl is overleden en een scan hier heeft laten zien dat ze maar 1 knobbel had. In Nederland bijna 20 knobbels. Dus wat gebeurt er met die scanapparaten? En dan moet men ook nog zo duur betalen hier. Ik ga nogmaals, ik ken die case. Nee, ik ga je niet verwijzen. Oh, okay. Ik ken die case. Ik weet ook, ik ben ook zelf met betrokkenen in contact geweest. Okay. We weten hoe die zaken in elkaar liggen. Mm-hmm. Mensen gaan veelal af op informatie vanuit social media. Yeah. Met één advies wil ik mensen geven. Ik ben ook arts en ik weet hoe het is. Laten we niet over mensen hun gezondheid, over social media, over social media. Het is absoluut afkeurenswaardig. Wanneer ik soms dingen zie wat mensen posten mm-hmm. over anderen gezondheid. Nou, bemoei. Bemoei niet. Laat dat ding. Wanneer mensen een bepaald probleem hebben als je ziek bent. Er zijn wegen die je gaat bewandelen. Er zijn ook mensen die mij elke dag contacten over. Kunt u voor mij bespoedigen, een goedkeuring bij die commissie en dit. Ik vraag informatie. Wat blijkt achteraf? Een parlementariër heeft mijn laatste contact. Ja, maar die case, waarom wacht kan die persoon niet weggaan? Ik zeg wachten, rustig. Ik weet het niet, die dingen komen niet bij mij. Er zijn mensen die daar voor belast zijn, commissie. Mm-hmm. Ik vraag die commissie trekt na tot januari. Minister, die case is niet aangemeld bij ons. Mm-hmm. Zijn wij dan te verwijten? Wanneer een specialist die weet dat er een situatie is bij een patiënt die weg moet, dan moet die specialist een formulier invullen. Dan moet die patiënt aangemeld worden bij die commissie. Die commissie vergadert elke week. Dus wanneer het niet binnen is, die secretaris van die commissie app me die hele data zegt van kijk u, nergens is die case aangemeld. Okay. Hoe kunnen wij verweten worden dat we niet werken? Dus je moet ook die mensen die werken voor je, ook beschermen. Okay. Dus er zijn systemen, maar mensen moeten zich beter laten informeren. Ik ben altijd bereid, mevrouw Carla, u mag anytime bij me komen. Met iedereen die een probleem heeft, die mag komen op audiëntie, mag bij me komen. We gaan alle problemen proberen op te lossen, maar wat denk je eerlijk, ook na 2025 ga ik ook een stapel aan problemen achterlaten. Zo eerlijk ben ik wel om dat te zeggen. Ik zie u vanmiddag bij de Health Fair. Ja, we zullen komen. Want de zakenpresident heeft zeker kunnen krijgen. Zullen we dat zeker doen? Zullen we dat graag uitleggen? Dankjewel. Nou, u heeft het gehoord. De comments liggen er niet om. De mensen die blijven een beetje eigenlijk afgeven op de minister. Maar hij zegt, hij vertelt de waarheid. Maar zijn meneer zegt, hij vertelt nooit meer. Hij zegt, hij vertelt de waarheid. En ten deur staat even dus als men echt met bepaalde problemen zit. Zo kan men altijd audiëntie aanvragen hier bij de minister. Ik ben blij dat de minister is ingegaan op de vragen en naar te informeren. En ik wil u bedanken voor het willen kijken en luisteren naar deze live uitzending. Ik ben u overtuigd dat leek het een beetje, maar de minister die ging wel omstandig in op de zaken. En als we de informatie willen weten, moet even de gemeenschap geven om zijn te uitdagen. Dus daarom zijn we u overtuigd. Maar u blijft assistent op LinkedIn, want u weet het, hier krijgt u de informatie, want LinkedIn is de andere radio. Ik vroeg u, dat is eigenlijk voor u van elkaar in te zetten. Hallo.
van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon. Shoep, shoep, toeroeroe, neem een kijkje bij, kom en voel je vrij. Bij Optiek Ninon, trouwbaar en scherp, alwinsties op merk, uw ogen zijn veilig bij Optiek Ninon. You can to care beyond vision, kwaliteit leveren is de mission. Je voelt je thuis en vanaf je aan naar binnen loopt, krijg je een smile in een glaasje als droom. Ninon, voor elk budget, al 50 jaar, staat Ninon klaar. Optiek Ninon, shoop, shoop, mi odo takso. Eleng de nabari, ma ala fuding, na bigi avang. Verschil moet er zijn. Niemand is in alle opzichten gelijk aan een ander. Eleng de nabari, ma ala fuding, na bigi avang. Shoop, shoop, tururu, neem een kijkje bij, kom en voel je vrij. Bij Optiek Ninon, trouwbaar en scherp. Alwinsties tot merk, uw ogen zijn veilig bij Optiek Ninon. Driven to care beyond vision, kwaliteit leveren is de mission. Je voelt je thuis en vanaf je aan naar binnen loopt, krijg je een smile in een glaasje als droom. Ninon, voor elk budget, al 50 jaar, staat Ninon klaar. Optiek Ninon, shoop, toeroeroe, toe. Dit is Lim FM.